Welkom bij deze screencast voor MBRD 2 OS Team Mavericks. In deze screencast gaan we kijken naar hoofdstuk 2, de gebruikersaccounts. En we gaan het hebben over soorten gebruikers, hoe gaan we een nieuwe gebruiker aanmaken, wat zijn eventuele account-eigenschappen van een dergelijke gebruiker, waarbij we gaan kijken naar parents and controls en wat geavanceerdere eigenschappen, hoe kunnen we een groep gaan maken, hoe zit het met de home folder van een user, wat dan als we een gebruiker verwijderen? Welke inlogopties zijn er? En welke beveiliging? En dan met name richting de sleutelhanger, oftewel de keychain van een gebruiker. Hoe zit het met FileVault? En wat als we een wachtwoord wijzigen of resetten? We gaan beginnen met de soorten gebruikers. Via de System Preferences kunnen we naar Users and Groups. En in Users and Groups zien we dat alles afgesloten is, dat we niks kunnen doen, niks kunnen wijzigen, omdat het slotje hier linksonder op slot staat. Door erop te klikken en het wachtwoord op te geven van een admin, kunnen we het slotje openmaken en vervolgens kunnen we een aantal zaken wel gaan wijzigen. Hierbovenin zien we de gebruiker die op dit moment ingelogd is. Ik ben dus nu ingelogd met het administratoraccount en we zien hieronder nog een guest user. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Administratoraccount is van mezelf. Vandaar dat ik hier de mogelijkheid heb om mijn wachtwoord te wijzigen. Van een andere gebruiker kan ik alleen maar het wachtwoord resetten als admin zijnde. Vervolgens kan ik hier mijn naam wijzigen. Ik kan een Apple ID gaan koppelen. En ik kan eventueel parents and controls aanzetten. Nou lukt dat voor een admin niet, maar we zullen zo meteen zien dat het bij een standaard user wel gaat. We hebben nog een andere account hieronder staan, namelijk een guest user. Een gastgebruiker. Je ziet als ik deze aanklik dat deze gastgebruiker geen toegang tot de computer heeft. Met andere woorden, er kan geen gastaccount inloggen op deze computer. Op het moment dat ik het vinkje aanzet, kan een gastgebruiker wel inloggen. Dat betekent dat iedereen kan inloggen zonder gebruik te maken van een wachtwoord. En dat is dan een gastgebruiker. De homefolder van deze gastgebruiker wordt overigens wel weer weggegooid op het moment dat de gastgebruiker uitlogt. Voorlopig zet ik hem weer eventjes uit. Met behulp van het plusje hier links onderin kunnen we een nieuwe gebruiker aanmaken. Dat wordt dan een standaard user. Maar ik zou er ook voor kunnen kiezen om een nieuwe admin aan te maken. Of een gebruiker die gemanaged wordt met behulp van parents and controls. Dat zal ik zo meteen ook even laten zien. Of een zogenaamde sharing only user. Een sharing only user is een account dat niet kan inloggen op deze computer. Maar we kunnen deze sharing-only user wel toegang geven om in een bepaalde map te mogen lezen en of te mogen schrijven. De laatste optie is om een groep te maken. Daar kijken we straks nog even naar. In dit geval gaan we een standaard gebruiker aanmaken. We gaan een full name opgeven. En een zogenaamde account name. Die kan je bijna niet meer wijzigen. Het is tenminste niet slim om dat te doen. Dus kies goed je account name. Daar mag overigens geen spatie in zitten. Het wachtwoord kunnen we zelf verzinnen. Of we kunnen gebruik maken van de password assistant. Door middel van het knopje wat hierachter staat. In dit geval kiezen we even voor een eigen verzonnen wachtwoord. En ik geef geen password hint op. Ik ga de user aanmaken. We zien hier dat de local user is aangemaakt. Eventueel kunnen we het plaatje, de afbeelding die bij de user hoort, nog aanpassen. En ik kan het wachtwoord resetten. Zoals ik net al zei, kan ik mijn eigen wachtwoord wijzigen en van een andere user kan ik hem alleen maar resetten. Ik kan wel het Apple ID koppelen en ik kan eventueel er toch voor zorgen dat dit een admin wordt. De andere mogelijkheid is om die parental controls aan te gaan zetten. Als ik hier een vinkje plaats en ik open de parental controls, dan zal ik eerst het wachtwoord van een admin moeten opgeven. En vervolgens kan ik van deze local user bepalen wat hij wel en wat hij niet mag. Zo kan ik bijvoorbeeld voor kiezen dat ik een aantal applicaties niet ga toestaan. Ik zou dus voor kunnen kiezen om de Automator wel te mogen gebruiken, maar de kalender bijvoorbeeld niet. En zo zijn er allerlei mogelijkheden in de diverse tabs die je hier vindt, wat iemand wel of wat iemand niet mag. Zo kan ik aangeven
wanneer iemand wel mag inloggen en wanneer iemand niet mag inloggen. Alhoewel het Parent and Controls heet, is het deze mogelijkheid ook goed te gebruiken binnen een bedrijfsleven. We gaan even terug en ik zal deze user even verlossen van zijn Parent and Controls. Met een rechtsklik op de user en kiezen voor Advanced Options krijg ik nog een aantal mogelijkheden. Waaronder bijvoorbeeld twee ID's. Hierbovenin een User ID en hieronder nog een UUID. Als je geen goede reden hebt om deze gegevens hier te wijzigen, moet je dat ook niet doen. Deze getallen bijvoorbeeld zijn erg belangrijk en worden gebruikt om te bepalen of je wel of niet in een bepaalde map mag en wat je daarna mag. Dus als je dat gaat wijzigen, heb je kans dat je of niet helemaal niet meer kan inloggen of niet meer in een bepaalde map kan komen. Hier vinden we ook terug de standaard groep waar iedereen lid van is, namelijk de groep Staff. De account name, de login shell welke automatisch gestart wordt als je de terminal opent en het pad naar de home directory. Eventueel kan ik hier nog allerlei nicknames opgeven voor dezelfde gebruiker. Een gebruiker kan dan inloggen met zijn full name of zijn account name of de alias die erbij hoort. Een goede gewoonte is als we niks gewijzigd hebben om dan toch te kiezen voor cancel, omdat je eventueel met oké, een wijziging die je per ongeluk misschien toch ergens getypt hebt, actief gaat maken en met cancel heb je dat probleem in ieder geval niet. De volgende stap is dat we een groep gaan aanmaken. Ook dat doen we met behulp van het plusje. We kiezen voor nieuw account en group en we gaan een groep aanmaken. Web Development. Create Group. En vervolgens komen die hieronder te staan. Rechts zie ik dan de users die aanwezig zijn en op die manier kan ik ervoor kiezen dat Local User 1 in dit geval lid wordt van de groep Web Development. We gaan eens kijken, schuiven deze een stukje opzij, naar de Home Folders. De Home Folders die kan ik terugvinden als ik vanaf de harddisk ga zoeken. In map Users en daar vind ik alle home folders terug. De home folder met het plaatje van een huisje, dat is de home folder van mezelf, waar ik op dit moment mee ingelogd ben. Dan hebben we een home folder voor guest en we hebben een home folder voor local user one en een gedeelde home folder. Als ik local user ga openen, zal je zien dat er één map is waar ik in kan, waar ik iets in kan lezen. En alle andere mappen zijn voorzien van een stopbordje, met andere woorden, daar mag ik niet in. Elke home folder heeft standaard dezelfde mappen. Zo is er een folder voor de desktop, een folder voor je documenten, je downloads, je muziek, je afbeeldingen en de zogenaamde publieke map. En als je wil, kan je hier nog zelf een map bij maken en die noemen we applications. Deze wordt op de duur herkend als een systeemmap en dan kan je applicaties in installeren die alleen voor jezelf zijn. Dan even een stapje terug om even te kijken naar deze home folders. Wat gebeurt er nu als ik een gebruiker ga verwijderen? Wat doet hij dan met zijn home folder? Local user gaan we op dit moment verwijderen door op een minnetje te klikken. En vervolgens krijg ik een vraag wat ik dus met die home folder wil gaan doen. Standaard staat hij op save the home folder in een disk image. Met andere woorden, de hele home folder wordt ingepakt in een DMG en op die manier zou je hem kunnen gaan bewaren. Ik kan er ook voor kiezen om niks met de home folder te doen of de hele home folder te deleten. We laten de standaard optie staan en kiezen voor delete user. Als we terug gaan kijken naar home folders, zien we dat er een map bijgekomen is die heet deleted users. En als we die openen, zien we hier een DMG terug met de totale inhoud van de home folder van de local user. Een andere optie die we gaan bekijken is de zogenaamde login options, wat we hier kunnen gaan tegenkomen. Als je maar één user hebt, zou je ervoor kunnen kiezen om een automatische login te gaan doen en je kiest dan welke user automatisch kan inloggen. Dat betekent dus zonder dat er een wachtwoord ingevuld moet worden. Dat is een onveilige situatie, dus standaard staat die ook niet aan. Bij het inloggen zie je standaard een lijst met gebruikers. Dat komt omdat deze optie hier aanstaat. Als je liever hebt dat je en de naam en het wachtwoord moet intypen, of omdat er zoveel gebruikers zijn dat de lijst te groot wordt, kan je kiezen voor de optie Name and Password.
andere optie die hier zijn is om te kiezen of je de Sleep, Restart en Shutdown button wel wil laten zien aan het begin. Of er een input menu in het loginvenster moet komen. Of je password hints moet tonen. En of je gebruik wilt maken van fast user switching. Dan kan je hier, als er meerdere gebruikers zijn, hierbovenin snel wisselen tussen de ene en de andere gebruiker. En dan kan ik kiezen om dat de full name te laten zien, of dat de account name moet worden, of dat het alleen een icoontje moet zijn. De keuze is aan jou. Tevens kan ik hier nog kiezen om een network account server, oftewel een Open Directory of Active Directory bijvoorbeeld, om daaraan te binden, te joinen aan het netwerk. Vervolgens de laatste stap die we gaan doen is gaan kijken naar een stukje beveiliging. Op het moment dat je verbinding maakt met een server of je gaat een wachtwoord invullen op een website, dan kan je er heel vaak voor kiezen om je wachtwoord op te laten slaan in de zogenaamde keychain. Elke gebruiker heeft zijn eigen keychain. Die kunnen we bijvoorbeeld vinden door hier de zoekfunctie te gaan zoeken op keychain. En als de keychain is opgestart, oftewel de keychain access, zien we dat de login keychain al standaard geopend is. Het slotje is open. En dat komt omdat mijn inlog wachtwoord hetzelfde is als de keychain password. Alle gegevens met betrekking tot wachtwoorden, beveiligde notities, certificaten en andere keys kan je hierin laten opslaan. Het is een super veilig systeem. Wat gebeurt er nu als ik met een gebruiker autoriseren, mijn eigen wachtwoord ga wijzigen? Dan verandert het keychain wachtwoord tegelijkertijd met me mee. Wat gebruik gaat er gebeuren als ik van een nieuwe gebruiker aanmaken. En ik ga kiezen hier voor reset password. Met andere woorden, ik hoef niet het oude wachtwoord op te geven. Ik ga het wachtwoord niet wijzigen. Ik ga het wachtwoord resetten. Iemand is namelijk zijn wachtwoord kwijt. Op dat moment wordt de keychain wachtwoord niet mee veranderd met het nieuwe wachtwoord wat ik hier kies. Met andere woorden, zolang de gebruiker zijn originele wachtwoord niet meer weet, kan hij de keychain niet meer openen. Hij kan er wel voor kiezen om een nieuwe keychain te maken. En vanaf dat moment daar alles in te gaan opslaan. Maar in zijn oude keychain kan hij niet meer inloggen. Een andere beveiligingsmaatregel vinden we terug in System Preferences, Security en Privacy. En dan wel het tab File Vault. Ook deze kunnen we met hulp van het slotje openen. En we kunnen dan gaan kiezen voor Turn on File Vault. Wat er dan gebeurt is dat hij de volledige harddisk gaat encrypten. Dit is natuurlijk super veilig voor met name MacBooks die je onderweg meeneemt. Het eerste stukje laat ik je alvast zien. Aangezien ik ook nog een andere gebruiker heb, kan ik ervoor kiezen om deze user ook te enablen. Zodat deze gebruiker, als hij opstart, ook de geëncrypte schijf kan gaan gebruiken. Enable user, dan moet ik wel het wachtwoord van deze gebruiker opgeven. En vervolgens kan die encrypte schijf straks geopend worden door of de admin of de local user. Vervolgens krijg je een key die als reserve gebruikt kan gaan worden. Dus je kan of inloggen met een wachtwoord. En als ik een wachtwoord niet meer weet, is deze key het laatste hulpmiddel wat je kan gebruiken. Weet je dus één wachtwoord niet meer en je bent deze key ook kwijt, dan kan je dus niet meer je machine opstarten. Ben je alle data van die encrypte harddisk gewoon kwijt. Zelfs Apple kan het niet meer terug voor je halen. Als ik ga kiezen voor Continue, krijg ik wel de mogelijkheid om die key eventueel op te slaan bij Apple. Ik kan dan 3 vragen kiezen waar ik een antwoord op moet geven. En als ik de key ooit nodig heb, zal ik met Apple moeten bellen. En dan zullen ze me deze 3 vragen stellen. En alleen met de goede antwoorden krijg ik de key terug. En kan ik de encrypted harddisk weer gaan openen. In dit geval kies ik even voor cancel. De volgende stap zou namelijk zijn dat hij de disk echt gaat encrypten.
Tijdens het encryptieproces kan je overigens OS 10 gewoon blijven gebruiken. En je kan zelfs zeggen na 10 of 20% al van ik ga hem toch stoppen en ik wil weer terug. Dus het is een vrij transparant systeem. Qua wachtwoord wijzigen en resetten hebben we eigenlijk net al gekeken en ook aangegeven wat de risico's zijn. Nogmaals, mijn eigen wachtwoord of een normale user als ik als ingelogd ben als local user 2, zal je ook gaan zien dat dit wachtwoord dan anders is. Dus we gaan eventjes uitloggen, reset doen, fast user switch. Ik log nu in met local user 2. Ik sla eventjes dit verhaal over. Het is de allereerste keer dat deze user inlogt, dus de Mac wordt eventjes in orde gemaakt. Ik ga naar System Preferences, Users and Groups. Nu ben ik de current user, local user 2, en ik kan ervoor kiezen om eigen wachtwoord te wijzigen. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Screencast 2 over hoofdstuk 2 gebruikersaccounts.